Sonnet voor UNESCO. In tijden dat science fiction nog zwart-wit was, is in Parijs een ruimteschip geland. Met astronauten uit elk wereldsland en kunst aan boord, die in die tijd een hit was. Het met illusies volgeladen schip was vertrokken naar een toekomstvisioen van waarde voor de hele mensheid, toen geloof in toekomst nog op ieders lip was. Het ideaal is een anachronisme, zoals een waarlijk onbaatzuchtig wezen op een planeet waar waarheid wordt verkocht. Maar de herinnering aan optimisme geeft hoop. Men kan van myopie genezen als er naar ver gezichten wordt gezocht.